bij de vieze boekjes te kijken. Ja. Ja, dat doe jij. En ook, ik heb er zo, een neusje ja, voor. Ja, jij hebt een neusje voor. Het ging ook gewoon heel onbewust, hè? Ah, dat ja. Maar wij noemen dat trouwens de warme boekjes. De warme boekjes. Ja, dat klinkt ook mooi. Dat klinkt wel netter. Ja, als de mensen binnenkomen, zie ik de warme boekjes naar jou. Ja. Beetje rare dag deze dag, zaterdag. Ik zou naar Haarlem gaan, maar door mijn werk is dat eigenlijk allemaal niet doorgegaan. En toen belde mijn collega Jacques, kunnen we die afspraken zaterdag, kunnen we die ook maandag of dinsdag doen? Geen probleem, maar dat hoorde ik gisteren donderdag. Toeval is dat mijn moeder ook nog jarig is. Dus wel een weekend, jongens. Ze wordt 80 in Winschoten. Toen dacht ik, ja, dan ga ik wel naar Groningen toe om dat samen met haar te vieren. Op de heenweg zie ik dan ook nog eens een keer kikkertje. Want samen met Kikker gaan we even naar Akiem. Dus een hele leuke, volle dag. Ik neem jullie even mee. Ja, ik ben nu in het huis van Kikker. Nou, dit is echt in jouw mancave, in jouw sanctuary. Welkom in Groningen. Ja, dit is echt geweldig. Indiana Jones gevoel, ja. Maar dan met strips. Nee, het is een onwijs zooi aan het worden, omdat het zo veel is. Ja, we gaan wel verbouwen binnenkort, maar ja, dan blijft het nog wel steeds heel veel. Dus ik moet echt wel binnenkort eens even nadenken of ik niet dingen ga wegdoen. Maar we hebben net bedacht dat we een bam in de bam markt gaan regelen. We gaan een bam, want ik heb heel veel zooi, jij hebt ook heel veel zooi. Ja. Stripverzamelaar heeft ook heel veel zooi. Alleen die kan daar geen afstand voor doen. Maar daar schakelen we professionele hulp voor in. En dan gaan we heel rijk worden. Ja. Wat we kopen. En dan gaan we daarvan een villa kopen. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Van wie is die hand naast de kou? Wat is zijn naam nog als die overleden is? Dit is zijn hand. Ze hebben allebei een hand zo op me. Ja. Jij hebt je hand op mijn bil. Want ik zie mij ook een beetje ongemakkelijk kijken. En dat is jouw hand. Ja, precies. Maar deze is inderdaad, hij is niet meer. Nee, dus je moet kijken hoe vitaal hij er nog uitziet. Hij ziet heel veel. Maar van wie is dit handje dan? Van wie is dit handje? Ja, dat weet ik niet. Is dat het handje van Marvin, hè? Dus eigenlijk is het Marvin's schuld gewoon. Ja, die zit gewoon aan hem. Ja, die zit aan hem. Die heeft wel wat gedaan. Ja, dus dan cassettebandjes. Ah, dit is wel heel cool. En dit allemaal, maar ik heb er ook al zoveel dat het ook allemaal hier verspreid staat en zo. Ik heb een ander concept idee. Wat als wij 1 week in elkaars huis gaan wonen? Ik ga in jouw huis wonen, jij gaat in mijn huis wonen. Ik denk dat onze vrouw dat heel leuk vindt. Ja, precies. Ja. En dan gaat... Dat is een beetje lullig voor Marvin. Nee, ja, Marvin gaat... Marvin juist leuk, ja. Ja. Dat kan niet. Nee, en Marvin bij Kikker. Michael. Bij Michael. Oh ja. En andersom. Dus en dan gaan we kijken wat we van elkaars collectie vinden. Dan gaan we elkaars leven duiken. Hey, deze is leuk. Mag ik even kijken? Dit is Goofy, de Good Sport. Ja, weet ik niet. Geen idee hoor, wat ik allemaal hier heb staan. Goofy is zo gaaf. Ja, vind je het leuk? Ja. Je mag hem hebben dit. Serieus. Nee, echt waar? Dankjewel. Neem het mee. Het is echt ongelooflijk. Nee, weet je het zeker? Ja, ik vind Goofy. Zoek maar uit. Nee. Maar ik weet ook echt niet hoe ik eraan kom. Nou, ja, ik vind hem heel leuk. Ik hoop dat ik hem van iemand anders heb gekregen. Ja, Goofy vind ik echt. Dus, hey, ja. En Dagobert Duck, dat zijn mijn twee... helden. Dit vind ik zelf een probleem. Dat hier gewoon, weet ik veel, 20 shortboxen staan. Te staan, weet je wel. Ja. Hier geniet ik dan weer niet zo van. Dat het hier zo staat. Nee. Dus ik heb liever dat het wat meer in het zicht staat. Wat een ander gevaar is, als wij bij elkaar op een beurs staan. Ja. Dat we elkaar shit gaan overkopen. Ja. Klopt. Dat is natuurlijk ook alweer. Moeten we in twee verschillende zalen gaan staan. Ja, ik denk het wel. We mogen niet bij elkaar in contact komen. Nee, precies. Ja. 12-jarige Kikker dit zou zien, dan zou hij heel blij worden. Ja, nee, maar dat is ook wel... Zo denk ik dus ook heel vaak. Hè? Ja. Het is wel mijn jongensdroom die ik nu aan het verwezenlijken ben. Hè? Ja. Wat jij zegt klopt. Want toen ik weet ik veel, jaar of 9 was, toen droomde ik hier echt wel van. Hè? Zoveel muziek en zoveel toys en zo. Ik heb het geluk dat mijn vriendin heel veel werkt. Dus die is heel weinig thuis. Dus die ziet het ook heel vaak niet gewoon. En dan begrijp ik dat. Dat is een soort schuldgevoel bij haar. En dat compenseert ze dan jij mag kopen. Jij moet het zin doen, dus dan mag je ook wel eens een keer een stippel kopen. Kijk, dat is ook een hele goeie. Ja, je moet gewoon een workaholic van je vrouw maken. Ja, precies. Dan heb je heel veel ruimte. Dan mag je alles. Dan mag je alles, ja. Ja. We gaan zo even naar Akiem. Ja, leuk. Ik zit nu achter Kikker. Dus achter de auto van Kikker. Want we rijden nu richting Akiem. Ik ben heel benieuwd. Woehoe. Dit is een soort ontmaagding in Groningen, dit. Leuk, om dat moment met jou mee te maken. Absoluut. Jouw ontmaagding. Ja, kun je mijn handje vasthouden? Ja, nee, ik weet niet. Ik heb nu al plakkerige handen ervan. Dus ik weet niet of ik daar jou een plezier mee doe. Maar ik ben wel... Woe! Laatste tips.
Gratis. Oh, dat, de gratis, dat maak je ook bijna nooit mee. Heb ik nog nooit gezien in, dat mensen zeggen gratis strips. Nee. Maar wat is er dan gratis? Ja, wat oudjes. Wat leuk. Dus jongens, allemaal, als je deze wil hebben, moet je nu snel zijn. Wij nemen deze hele doos mee, toch? Ja, absoluut. Dit is, hier zit Johnny Goodbye. Ken je dat, Johnny Goodbye, of niet? Ja, wel van gehoord, maar ik heb nog nooit gelezen. En Rick Ringers. Ja. Ik bedoel, dit is een mooie bananendoos. Hart tegen hart, Roel Dijkstra. Roel Dijkstra is cool. Maar ik vraag me af, waarom zijn deze gratis? Omdat ze helemaal kapot gelezen zijn. Ja. Deze deur is niet meer te verkopen, denk ik. Nee. Maar wel leuk. Kunnen mensen gewoon gratis ophalen? J-O-N-H. Nee, J-O-H-N. Ik ben hem begonnen in 2007. Ja. Heb ik hem opgestart. En, en eigenlijk 2008 ben ik een beetje losgegaan ook met de webwinkel. Ik ben eigenlijk in 1999 begonnen. Ja. Met een besloten antiquariaat en stond ik alleen op stripbeurzen en kleine buitenbeursjes. De enige stripwinkel in Drenthe en in Groningen? Klopt. Ja, Groningen, Drenthe, Friesland misschien al wel. Oh, maar ja, dat vind ik wel heel vervelend, hoor. Want ik vind eigenlijk dat iedere grote stad een mooie stripwinkel moet hebben. Ja. En zodat ook de mensen niet meer afhaken. Dat is een beetje het probleem. Ja. De best verkochte stripboek is natuurlijk nog altijd Asterix en Obelix. Jan Jans en de kinderen verkopen we heel veel. Ja. Dat moet je in het genre zelf ook bekijken. Hè? Ja. Dus als Asterix en Obelix uitkomt als een nieuw stripboek. En die is heel goed aangeschreven. De laatste Guus was ook top. Ja. En dan is er natuurlijk heel veel landelijke promotie bij. Ja, ja. Ja, en dat heeft een reden dat iets veel verkoopt. Maar als je de gewone strip, de graphic novel, waar je dan veel van kunt verkopen. Ja. Dan ben je al blij dat je 20 verkoopt. Dus als je met een stripwinkel begint, moet je een buffer hebben om het te beginnen. Ja. En mensen die je meehelpen, dat die er ook een beetje interesse in hebben. Ja. En daar energie in stoppen. Ja, ja, ja. Want dat is voor mij natuurlijk, in de eerste 10 jaar is het gewoon een strijd geweest. Om te zorgen dat je wel een beetje kunt handhaven. Het is ook sinds corona gaan accelereren qua drukte, omzet en dergelijke. Dus, maar een stripwinkel beginnen is heel moeilijk. Als je nu wil beginnen, dan moet je een bestaand bedrijf overnemen. Ja, anders, je moet niet. Ik denk als je voor je, dan moet je wel een paar ton in je zak hebben, hoor. Als je voor je, ja, want voorraad is gewoon heel kostbaar. Ja. Nou, er zijn wel ondernemers waar ik contact mee heb, maar dat zijn wel ondernemers die er nu ook mee ophouden. Dus dat is een beetje het probleem. Ja. Ik was eigenlijk een beetje nakomertje in de, ik ben nu alweer wat ouder, maar toen ik begon was ik eigenlijk gewoon nog vrij jong. Ja. Ten opzichte van de grote jongens die in Nederland waren. Hè? De Gele Teken in Hoorn of Eppo Eindhoven of inmiddels Dick Bos in Rotterdam is ook alweer gestopt. Ja, dus, ja, ja. En dat heeft met leeftijd te maken, ze hebben geen opvolgers. Ik denk dat er meer gedaan moet worden voor strip voor jeugd. Oh, ja. Dus Het belangrijkste is, de kinderen van 12, 13, 14 jaar, die zijn vatbaar voor wat ga ik leuk vinden later. Ja. Wat voor muziek ga ik leuk vinden. Ze groeit natuurlijk wel op met Donald Duck en dergelijke. Maar die leeftijd is belangrijk om ze te pakken. Ja. Maar als je tegenwoordig 10 euro, 11 euro voor een jeugdstrip moet vragen. Ja. Dan is de jeugd niet die zelf een stripboek gaat kopen. Nee. Dus ik vind dat je moet, als uitgever moet gaan investeren in die leeftijd. Ja. Want als die leeftijd, dat is belangrijk, die pak je nu op die leeftijd. En dan heb je ze over 10 jaar heb je ze ook. Dus je moet je omzet van nu verplaatsen naar 10 jaar verder. Okay. Het is niet belangrijk dat je er nu aan verdient. Nee. Over 20 jaar moet je eraan verdienen. Zoals Apple vroeger aan het zaaien was. En nu kopen mensen nog steeds door. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. En de manga is natuurlijk wel een gigantische business op dit moment. Maar ook die manga's zijn eigenlijk te duur. Als je een tientje moet betalen voor een manga boekje die gewoon in zwart-wit is, is dat eigenlijk te duur. Sander, wat vind jij, wat is een striptip op dit moment? Jij zegt altijd Black Set. Ja, Black Set, maar goed, dat is. Ik adviseer altijd iedereen van lees Black Set. Oh, weet kun je ze erbij pakken? Ja, dat is geen probleem. Oh, kijk, dit is Black Set. Nou, Black Set is naar mij vernoemd volgens mij. John Black Set. Het is een beetje film noir-achtige stijl, detectieve. Ja. Ja, dit is echt fantastisch. Normaal gesproken hou ik niet van dit genre. Nee. Met dieren die gewoon een rol spelen in... Maar dit is zo fenomenaal goed gedaan. Je ziet niet eens meer dat het dieren zijn. De personages die zijn gewoon exact zoals het beschreven wordt. John Black Set zie ik niet eens als een grote kater. Moet eens kijken, joh, dat is toch geweldig.
Het is echt geweldig. En ik zeg altijd tegen mensen, koop dit, neem dit mee. En als je het niet leuk vindt, breng je het gewoon weer terug. En er is nog niet één die dat teruggebracht heeft. Nee, niet één. We zijn hier altijd alleen donderdag, vrijdag, zaterdag open. Ja. Maar we zijn elke dag aanwezig. Dus ze kunnen altijd langskomen bij bestelling, kunnen ze daar afhalen. En ze hebben het niet altijd met mij te doen. Dat is een beetje gelukkig. Sander, Rudy, Raymond en Levi, die zijn hier gewoon altijd aanwezig. Dus. Ja, dit is de belangrijkste kicker van de hele winkel. Ik vind het heel belangrijk om te vertellen dat ik naast Taylor Swift sta. Zij staat naast jou? Ja, precies. Ja, hier gebeurt het. Hier wordt het. Hier hebben jongens een eigen plekje. Ja, fijn. Hier wordt het geld verdiend, toch? Ja. Meestal lunches in de band. Maar hier runnen jullie de webshop, toch? Hallo, Dat is mijn grote vriend. Oh, hi. Nee, dit zijn alle nieuwe strips. Ja? Allemaal een beetje volgen, manga's, een beetje tonen staan hier ook, omdat het niet in de winkel past. Ja. Maar dit is gewoon, hier leveren we gewoon alles vanuit voorraad. Ja. Dus Jans en de kinderen, dat zie je wel, daar had ik het over dat het een van de best verkochte strips toch nog wel is. Ja, toch wel, hè? Ja, maar dat komt ook omdat het zo breed is. Hè? Dus er zijn heel veel mannen die dat verzamelen, maar veel huisvrouwen klinkt zo dat allemaal. Maar die verzamelen daar ook nog steeds, omdat ze dat vanuit de jeugd ook kennen. Ja. Dus, maar dat is dat loopt altijd volop. Bij de vieze boekjes te kijken. Ja. Dat doe jij. En ook, ik heb er een neusje voor. Ja, jij hebt een neusje voor. Het ging gewoon heel onbewust, hè? Ja. Maar wij noemen dat trouwens de warme boekjes. Dat klinkt ook mooi. Dat klinkt netter. Ja, als de mensen binnenkomen, zie ik de warme boekjes staan. Ja, goed. Wauw. Echt bijna een kluis. Ja, dat is mooi hoor. Ja. Dit is echt... Nou, en er zijn natuurlijk altijd titels die je gewoon... Dat je denkt van, dat wordt een topper. Ja. En dan... Maar alles wat ik leuk vind, dat verkoopt misschien niet. Nee. Dus je moet altijd een beetje teren op een ander. Hij pakt nog weer. Weer een vies. Hoe doe je dat, hè? Hij heeft er gewoon een neusje voor. Echt ongelooflijk. Ja. Komt er trouwens ook... Maar hij loopt ook zo voorbij Jans en de kinderen, hè? Daar kijkt hij niet in. Nee, kijkt hij niet in. Een of andere manier. Dit voelt warmer. Ja, precies. Ja. Wordt september 2 ook een warm boekje? Zeker. Ja, daar komt natuurlijk een variant koffer met een stout koffer. Oh, wat goed. Nou, daar verheug ik me nu ook al op. Stoute koffer. Ja. En dan is dit de afdeling meuk. Oké. Okay. Ik ben dol op meuk. Jezus. Ja. Ben je hier wel eens geweest, Kikker? Nee. Nou, dit is voor jou ook een ontmaagding. Ik heb Al Halloween staat in het hoekje daar. Ja? Dat is Al Halloween. Die moeten we nog eigenlijk even... Even kijken. Dat is toch leuk? Ja, dat is... Och. Het is... Dit moet je gewoon opstellen voor het publiek. Ja, dit is geweldig. Dit is Al Halloween. Alleen, niemand weet het nog. Hé, maar en hier zit een stekker? Is even een stekker? Nee, normaal gesproken wel, maar dan komt de tekst ervoor zijn geopend. Wat geweldig is dit. Ja. Verkoop je deze of niet? Nee. Want ze lijkt een beetje zelfs op Michelle Pfeiffer, als je zo naar haar gezicht kijkt. Ja. Als ik heel eerlijk ben, komt hij uit een seksclub. Ja, dat had ik niet verwacht. Maar ik wil dat, omdat ze dat een beetje van Al Halloween hebt, daarom heb ik die krul staat. Ja... Ja, dat is ik heb dit is geweldig. Ja, ik heb er een mooie Asterix en Obelix gokkast staan daarnaast. Alles wat uit de winkel kwam is naar voren gegaan. Of is hier naartoe gegaan in het magazijn. En het meeste is er niet weer uitgekomen. Nee, precies. Ik moet nog zoveel uitpakken. Er staan allemaal nog pallets vol met stripboeken. Over bananendozen gesproken. Haarlem, ik ben daar heel duidelijk over. Ik ga niet meer naar Haarlem, de beurs. We hebben het over de beurs. Ja. Daar ga ik niet meer heen, omdat dat was voor mij de allerbeste beurs die er is. Als je een buitenbeurs hebt daar zo. Dat geldt ook voor andere winkeliers. Van Gele Teken, Barabas, die jongens, die staan allemaal graag op zo'n beurs. Ja. Maar dat is er niet meer, dus wat moet ik dan anders daar doen? Nee, dan houdt het op. Ja, ik denk dat Haarlem daar een fout mee gemaakt heeft. Ja. Gaan ze het herstellen? Nou, daar moet je niet te lang mee wachten, want de klanten zijn je heel snel vergeten. Ja. Dat is de Duitse Jeroen. Ja, wat geweldig dit. Ja. Cool. Ja. Kijk, maar is dit ook jouw eigen verzameling? Nou, dat is in de loop der tijd hier gewoon tussen beland. Vroeger wilde ik mijn eigen verzameling, wilde ik niks kwijt. Nee, dat is van mij, dat is niet te koop en zo. Die shortboxen daar. Maar alles is te koop. Alles is te koop. Jawel, want je kon er dan een keer weer tegen, hè?
Je kon er dan een keer weer tegen. Daar staat nog een verzameling. Wat ik binnen gekregen heb. Iedereen heeft de hele tijd op die Matla-collectie. Maar volgens mij doet deze collectie niet onder. Daaraan. Nou, kwalitatief wel natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Als je een topstuk wil hebben die je al jaren zoekt. Dan moet je, moet je gewoon één van Matla kopen. Ja precies. En dat wordt op dit moment allemaal op de markt gebracht. Wat is de planning hiervoor? Je zit nou heel veel boekjes. Nou, als je kijkt. Je hebt dit komt allemaal uit de winkel. Voor de coronatijd had ik dit allemaal gewoon, wat hier in die dozen staat, stond allemaal in de winkel. Ja. En dat doe je in dozen, breng je naar achter toe. Toen is de winkel verbouwd. En het staat hier nu nog. Dus alles wat in de winkel staat, is eigenlijk allemaal weer, allemaal weer erbij gekomen. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Het is een beetje uitgezocht, maar dit moet ik allemaal nog weer... Weer tevoorschijn halen. Ja. En dat is het leukste eigenlijk. Ja. Dan word je verrast met je eigen collectie. Ja, dat is iedere keer weer nieuw. Ja, wat geweldig dit. Ja. Ja, echt heel. En ik zie er zelfs Porsche. Wat is het van die beeldjes? Van die gipsen beeldjes? Ik heb ooit een keer de hele inboedel overgenomen van de Haagse stripshop. Ja. De comic stripshop heette dat na die tijd. Dat was een... Daar heb ik de voorraad van overgenomen. Die man heeft ooit een keer samen met Marnix dit beeldje ontworpen. Dus dit was het eerste beeldje van Haagse Harry. Oh, wat goed. En die heb jij gewoon. En die kon je dan gewoon, die kun je zelf met de hand helemaal beschilderen. Ja. En ik heb ooit een keer door een kunstenaar uit Assen heb ik die beeldjes opgestuurd. En dan beschilderde hij ze helemaal. Dan kreeg ik een certificaatje bij. Maar die man zegt tegen mij, ik ben een paar uur bezig met één beeldje. Dat wordt veel te duur. Hij zegt... Ik zie het niet meer zeer. Ik zeg, nou, dan houden we ermee over. Ja, absoluut. Dat is geen probleem. Maar ik heb ze nog steeds te koop. Oh, wat geweldig. Haagse Harry. En dat is ook iets, dat hou ik ook gewoon in de lucht, de comic stripshop. Omdat dat de eerste, en eigenlijk vind ik nog steeds de beste stripwebwinkel was van Nederland. Ja. Heel veel. Heel veel. Maar wel allemaal, dit is ook weer zo'n schatkamer van Indiana Jones, wat we nu zien. Ja. Ja, ik heb waarschijnlijk hier nog eens de scheep van Indiana Jones. Nee, heb je die? Oh, dat is toch geweldig. Ik weet niet waar. Ja, en wat ik nou tegenwoordig doe, dat is dan als ik dan alles een beetje heb van kung fu. Oh, en, wat geweldig. Van David Carradine. Ja. En dat was vroeger mijn jeugd natuurlijk. Ja. En boekjes van Bruce Lee en zo. Daar ga ik dan gewoon één vakje van maken in de winkel. En dan doe ik alle... Shang-Chi en weet ik veel. Ja. Bij elkaar. En dan heb je weer een bepaalde... En wat je dan ook hebt met kookboeken. Of beetje een thema-display. En dan zet ik daar ook weer in de winkel neer. En zo zoek je dat een beetje uit. Maar dat is ook meer omdat je dat leuk vindt. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch een heel belangrijk element, hè, van je vak. Dat je iets leuk vindt. Ja. Kijk, en ik zie je ook nog Rick de Kikker. Dat is eigenlijk de voorloper van de jeugdstrip die hij gemaakt heeft, Gerben Valkema. Ja? Die heeft Kik. Ja. En dat, als je Kik is, de Kik is echt geweldig. Nou. Dat is eigenlijk dat is een klein bandietje is dat. En heeft hij zo'n vriendje heeft hij dan. En, echt hartstikke leuk. Maar daar heb ik zelf een tijdje verzameld, dat Rick de Kikker. Dat vond ik gewoon leuk. Kijk, dat is wel leuk. Maar vroeger, voor dit boek betaalde je... In het begin, toen ik in 1999 begon met de striphandel, dan vond ik dat leuk. Dan betaalde je voor dit grote boek gewoon 75 gulden. Ja. En dat was gewoon gezocht. Hè? Dat is gewoon getoond met uw welnemen. Ja. Ik krijg ze aan de straat steeds niet meer kwijt. Nee. Nee. Dit is allemaal illegaal op de markt. Dat was vroeger dan onbetaalbaar. En wat voor boekjes zijn dat? Dat is ook allemaal vertoond. Maar die zijn illegaal uitgegeven. Oh, wat grappig. Illegale boekjes. Ja, daar houden wij van, Kikker. Zo'n boekje... Zo'n boekje die was dan in de originele staat te duur. En dan dachten de mensen gewoon van... Nou, weet je wat, dan gaan ze gewoon illegaal drukken. En dan geven we dat uit. Maar dan betaalde je dan ook gewoon een tientje voor. Ach, dat is de zweep van Indiana. Oh, de zweep. Je hebt gewoon de zweep. Ja. Verkoop je die ook? Ja, nog niet. Maar die gaat dan straks wel een keer naar de winkel toe. Maar is het echt een replica? Ik weet niet of het zo'n filmprop is of zo, maar dit is gewoon een replica natuurlijk. Ja, dit is de zweep van Indiana Jones. De zweep van Indiana Jones. Maar wat moet je ermee? Ja. Dan komt zo iemand hier in de winkel en dan zegt hij, ja, ik heb een stuk of 25 of 30. Ja, oh, daar gaat 25 of 30 van die notenkraakjes. Ja, ik zeg maar, hij zegt, maar dat is heel populair hoor. Nou ja, dan ga ik wel kijken. Maar dat schijnt met de kerst weer gebruikt te worden. Dit wordt in Duitsland veel gebruikt. En dan worden de noten echt letterlijk mee gekraakt. De walnoten. Ja, dat is origineel notenkraken dan. Oh, nou, ik denk, weet je waar, koop ik gewoon. Ja, Nou, er staat weer in het magazijn. Dit is Sangwies. Dat is gemaakt door Drop Comics. Dat is Dimitri Jansma, Gert-Jan van Oosten. En
Dit is door Groningers gemaakt. Oh, wat goed. Ik heb nog een beetje origineel werk van die jongens toen gekocht. Dat ziet er ook best goed uit, hoor. Ja, hoor. Die jongens zijn echt serieus bezig. Dimitri Jansma, die heeft ook een boek gemaakt over muzikanten. En heeft hij allemaal een beetje... Ja, hoe is dat? Een beetje cartoonesk heeft hij dat gemaakt. Ja. Ja, dit is mooi werk, hoor. Goh, kijk, dat zijn toch goede tekenaars. Dat zijn goede tekenaars. Oh, dit was jouw mijn magazijn. Dit is jouw magazijn. Ja, eigenlijk wel. En dat staat ook allemaal een beetje donkerder. Ja? Dit is die verzameling dus. Nou, nee. Uiteindelijk is daar van alles en nog wat bijgekomen. Oké. Okay. Maar kijk, die liggen ook allemaal origineel werk en zo. Nou, dit is dan een originele van Oude Hans Dierenpark. Okay. Maar wie het gemaakt heeft, weet ik niet. Nou, Glever, Gerard Glever. Ja. Boets. Dat is allemaal origineel... Nou, dit is Mink Oosterveer. Ja. Ach, die man was natuurlijk de gedoodverde tekenaar voor Storm. Ja. Hè? Die man is ongelukkig natuurlijk om leven gekomen. Maar ja, die was fantastisch, Mink Oosterveer. Vond ik een geweldige... Nou, dit is dan weer... dit is Romano Molenaar. Dus de originele tekening. Wauw. Dat is van heel lang geleden, 95. Ja, dit is van de Haagse Stripshop. Ja, die man, de Haagse Stripshop, dat was echt een van de grote mannen. En je had, vroeger had je vier grote stripwinkels. De Haagse Stripshop, Gele Teken, Eppo Eindhoven. En nou ja, dan had je, ik mis nog één, maar dat waren de grote vier. Ja. In de stripwereld, die hadden de grootste stripwinkels van Nederland. Moet je voorstellen. Die mensen die verdienden vroeger verschrikkelijk veel geld. Alleen al met die trading cards, met alles wat maar uitkwam. Kijk, ik bestel, bij wijze van spreken, als een nieuwe storm uitkomt, bestel ik 100. Maar die mensen bestelden gewoon 500. Ja, precies. En dan ging er gewoon ook in één beursweek ging dat er doorheen. Ja. Dit is fantastisch spul. Ja, mooi. Nou, zo heb je nog wel eens wat meer. Ja, dat is weer. Dat had hij normaal gesproken moeten zien. Dit is Streslecky. Dat is een erotische Alex Overeinder. Een lappie konijn strook. Dit komt volgens mij uit de Eppo. Eppo? Dat is wel een Eppo ding met Franca, denk ik. Ja, dat is Franca. Ja, zo werden vroeger de pagina's gemaakt. Dan kreeg je gewoon een kleurend velletje. Met het drukwerk erop. Ja. Even kijken. Kijk, dat is transparant. Werd het dan de lijnen. Ja. En dan de inkleuring op de achterkant. Dit is origineel ingekleurd. Wow. En dan kwamen de lijnen eroverheen. En dan had je een originele pagina. Oh, wauw. Nee, het was een leuke paar uur dit. Ja, het ging heel snel. Dat was echt super, man. Ja, jij blijft nog even? Ja, ik blijf hier nog even. Ik blijf hier slapen. Dat zou ik wel doen, ja. Ik was dus ook nog nooit daarachter geweest. Nee. En blijkbaar heb je achter het achterstuk nog een achterstuk. Ja. En die was het meest interessant. Dit was heel interessant. En ik denk dat we hier nog een keer terugkomen met de camera. Ja. Maar niet snel, denk ik, maar toch. Gaan we om 9 uur beginnen. Om 9 uur beginnen. En dan gaan we bij de warme boekjes kijken. Leuk, man. Hey, jij gaat nu sporten. Ik ga even voetballen. De laatste wedstrijd van het seizoen. En daarna ga ik natuurlijk bier drinken. En nou, ik wens jou nog heel veel plezier hier, in Hakim. En ik zie jou maandag weer. Ja, tot maandag. Pep. Hij pakt alweer een vies. Weer een vies. Ja, hoe doe je dit, hè? Hij heeft er gewoon een neusje voor. Echt ongelooflijk. Ja. Bam bam bam.